Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sensu Kschol, ik ben hier samen met mijn schatje Maiwen. Hallo. En we hebben heerlijk geslapen. Echt fijn, hè? Het is een mooie dag eigenlijk, ja. De zon schijnt, we zijn vlakbij Antwerpen Centraal. En het is een mooie plek hier. Het raam kan volgens mij niet heel ver open. Nee, die kan maar zo'n klein stukje open. Dus dat is jammer. Maar kijk, dit is het station in ieder geval. En wij gaan even de spulletjes bij elkaar pakken. Dan gaan we even alles in de auto leggen. En dan gaan we nog een dagje genieten van Antwerpen. We hebben wel lekker uitgeslapen. Het is wel echt heel erg fijn. Jannik en Thijs zitten hiernaast. Het is op dit moment 10 voor 11. En we moeten om 12 uur eigenlijk pas uitchecken. Maar gisteren hadden we het heel erg gezellig. We waren lekker naar Games Date geweest. Hadden we lekker spelletjes gespeeld. Dus het was gewoon een beetje laat geworden. Maar nu hebben we weer genoeg slaap te pakken. Gaan we alvast dus alle spulletjes in de auto leggen. Gaan we om over 10 minuutjes om 11 uur gaan we dus al uitchecken. En dan gaan we even lekker ontbijt zoeken hier in de stad. En dan gaan we gewoon nog even lekker een dagje genieten hier. Zo dames en heren, we hebben alles weer in de auto zitten. Die kan even lekker blijven staan hier in de garage. De rest is boven aan het uitchecken. Dan gaan we er vandoor. Ik snap daar ook helemaal niks van, hè. Al die juwelierwinkels hier. Zo ongelooflijk veel. We hebben er echt al een stuk of 20 gehad. En het blijft maar doorgaan met alle juwelierwinkels. En het gaat helemaal zo langs het station. Want we lopen nu langs het station hier. Kijk. En dan loop je helemaal hier rechtdoor langs al die juweliers. En als je dan naar links gaat, heb je weer allemaal juweliers. Dat is echt bizar. Gewoon in een straal van nou 200 meter, daar heb je denk ik wel 100. Ja, dat denk ik ook. Het slaat nergens op. Ja, ik snap. Wow. Wow, hey Thijs man, I got you bro. Oké, dan. Oh, got you bro. Ik moest nog iets voor je kopen om het goed te maken van die orgasm pad gisteren, ja, toch? Ja, sowieso man. Oké, laat maar weten bro. Doe maar die handen man, die handketting. Die handketting daar? Ja bro. Oh, dit is wel echt ziek hè. Oh, die dan, met die wereldbol in de hand. Ja, die is ook goed man. Wow, kijk dan. Oh, doe die roulette hier. Die roulette, man, joh. Wow, die is 4500 euro, die roulette. Is te doen, toch? Dit is toch bizar hoeveel bling hier ligt. Ik niet normaal, ik kijk je ogen uit. Ja, je kijkt echt je ogen uit. Je wordt helemaal verblind door die schittering. Je kent die schorpioen ook daar zo. Ja, echt gek. Echt zo'n rappertje. Ja, niet normaal joh. Maar kijk dan, en hier dan weer hè. Ongelooflijk. Hoe kan dat uit, denk je dan? En hier is er dan nog eentje dicht. Allemaal nep. Twee goal. Een grote simulatie deze straat. Even scannen met zo'n ding of dat echt is. Ja, met zo'n diamond tester. Inderdaad. Oké, maar we zijn dus hier bij het station en we gaan naar een heel erg lekker plekje om te ontbijten. Kijk, we komen dus daar vandaan. En als je dan hier zo doorgaat. Kijk, diamonds, 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 diamonds. Die hele straat weer door. Als iemand me dat kan uitleggen, waarom je zoveel juweliers hebt, ben ik heel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd of het reuzenrad straks open is. Want dit is iets waar Marvin het over heeft gehad. De reuzenradritje. We zijn hierheen gestuurd. Naar de wasbar. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben hier, hoor. Hé, hey, dankjewel maatje. Dit is de wasbar. Kun je wassen meteen? Wat kan je wassen? Ja, gewoon je kleren. Echt? Is dat echt? Hé, hey, ik kan je vieze kleren wassen, man. Niet echt. Maar niet dat je vieze kleren aan hebt, nee, toch? Nee, zeker niet. Maar okay. Zekerheid. Nee, maar dan is het goed. Goeie koffiezet. Machine. Hoppa. En wat hebben we hier? Kijk, een lekker plekje. En we hebben hier dan de wasseretten. Kijk hoe leuk. Kleine wasjes, grote wasjes. Ooit in de wasmachine. Heel nice. Lekker plekje hoor. Dames en heren, een espresso. Dat zei mijn moeder ook laat. Espresso in plaats van espresso. Ik kom er even niet uit. Maar een espresso macchiato, dat is een koffietje. Dat is zeg maar een espressootje met een beetje melk. Een scheutje melk. En ik heb een kokosmacroon erbij gekregen. Nou, dan heb je mij al helemaal te pakken. Zo, maar ook een kokosmacroontje. Dirty chai. Dirty chai. Jeetje, een Americano. Because hey. I'm from America. Okay, man, how are you doing then today? Yeah, good, I'm not doing too bad, my friend. How are you? Okay. Moet je toevallig maar wasje draaien, of niet? Nee, niet meer. Maar zou je hierheen gaan als je bijvoorbeeld student zou zijn in Antwerpen en je moet een wasje draaien? Ja. Ja, serieus? Ik denk het wel. Nou, vind ik leuk om te horen. Als je geen wasmachine hebt thuis. Ja, nee, dat is zo. Dan moet je of bij je ouders wassen of hier. Ja. Ja. Maar als je ouders niet in dezelfde stad wonen, dan moet je iets. Ja, dat is toch leuk. Ga je hier gewoon werken en dan tussentijd snel wasje draaien. Ja. Zo, we hebben het eten voor ons gekregen en dit ziet er zo lekker uit. Ik heb gewoon speculoos al over de place. Dit is echt niet normaal. Ik heb speculoos crumbles, de stukjes, en ik heb ook speculoos gewoon dat er overheen. Gewoon dat gelatine of zo. Zo lekker. Toch? Ja. Zo, bij jou ziet er altijd weer goed uit ook. Oh, jou ook. Nice. Hey, lekker maat. Breakfast of champions. Yeah. Hey, waar is jouw pet? Mijn tas. Ik was volgens mij van gisteren dat ik hem moest hebben.
Je hebt nog niks van mij gehad, hè? Nee, vandaar. We kunnen straks wel even naar de juwelier gaan. Nee, kom maar. Ja? Ja? Oké. Okay. Fijn leuk. Jan, wat doe je hierin? Lipgloss. Oké, okay, nee, dan weet ik het. Dan weet ik het. Oké, okay, ik was gewoon nieuwsgierig. Ik was nieuwsgierig. Lipgloss, oké. Okay. Tracy with the good heels on. Let me tell you about my day, it won't be real long. Woke up to a Red Bull before I wash my face. I'm gonna need all the energy if I'ma see this day. Work hard, play hard, work hard, repeat. Free soul, repetition, so hard for me. I focus on payoff and often that don't come round. And I can't be myself too often, I feel dumbed down. Starting to recall more frequent daydreaming now. Was all I won't get is out of town. But I'm here for now. Get off, I'm gon' kick it with all the homies. My one piece of relief, I be needing the ones that know me for real. I used to love Saturdays, them was my energy pill. Je hebt dus de grijze, je hebt de zwarte, je hebt de groene. En ik heb uiteindelijk gekozen voor de bruine. I live coming since a mile away, but got away. With jizzy bitches, a bitches that take your smile away. Might be this gift that won't tempt me to step outside the gate. Net heb ik wel zeggen, shit, die live locatie is gestopt. Het is gelukt. Weet je waarom die live locatie was gestopt? Een uurtje. Ik heb nieuwe patas gekocht. Wat dan? Wauw. En die heb jij ook, Jan, of niet? Ja, andere kleur. Welke kleur heb jij? Grijs met zwart. Goedeus. Grijs met zwart. Welke kleur heb jij? Grijs met wit. En ik heb nu bruin met wit. Dus nou moet ik ook halen. Ja, dan ga ik je halen, denk ik. Ze waren wel in het zwart, joh. Ja? Staat je sowieso wel goed. Oh, hij staat je ook goed, man. Dankjewel, man. Bij je petje. Marvin en ik die waren heel even naar een koffietentje gegaan. En Janneke en Thijs die wilden heel graag nog even langs de Carhartt. We zijn elkaar weer tegengekomen hier bij het koffietentje. Thijs zegt, zet die camera maar aan, want hij heeft iets voor mij gekocht. Ja, ik had natuurlijk nog iets terug. Die had mij een mooie Ross Orgasm patch gekocht. Ja. En de challenge is natuurlijk, wat je geeft moet je de hele dag dragen. Oh nee, ik film even Janneke, want die zit te lachen al, hè. Nee, maar het is niet... Het is goed, maar het is ook een beetje uniek, maar daar hou je van. Ik hou wel van uniek, ja. Daarom ga ik ook met mij, man. En twee dingen. Ik zag twee dingen liggen. Ik denk, deze moet ik allebei hebben. Allebei? Ja. Dus het ook voor jezelf? Nee. Twee dingen voor jou. Twee dingen voor mij. Heeft hij waarschijnlijk een roze strak jasje en een blauwe pet of zo? Nee. Ben je klaar voor één? Ja. Oeh! Oh, jongen. Ja, ik schrok me dood. Ja, dit is top. Die is gewoon achter. Dit is toch top? Ja. Dit is maar, sowieso top. Bro. Daar hoort nog iets bij. Oh nee. Bro. Oh nee. Ik dacht, hij heeft zo'n Carhartt tasje. Ik dacht, hij heeft dikke swag gehad. Nee, dat is de jasje, man. Nee toch. Heerlijk vette bril, man. My god. Dit is zo'n ballon van zo'n klant die je opblaast. Bro, krijg hem geen eens op. Ja, leuk. Hoe ben je? Wat een lange dag, jongen. Ja, heb je deze zelf opgehad? Nee. Dit is een kinderbril. Ik heb deze nog niet op. Weet je hoe hard die drukt hier op mijn slaap? Op je schedel. Probeer hem eens op te doen. Zo, ja, dit is niet goed, man. Hij is wel strak, ja. Hij is echt super strak. Het is gewoon een kinderbril, dat. Je hebt je hersen goed op. Janneke. Zit het bij jou strak, ja. Janneke heeft het kleinste hoofd en bij haar zit het zelfs strak. Hey, nek. Het is gewoon wat het is, weet je. Ja, kan je gewoon mee rondlopen, hè? Ik doe mijn petdoek in de tas. Kom jij dan op beter? Ik zal hem wel andersom doen. Deze naar voren. Ja. Ja. Nee. Toppie, hoor. Nek. Ja? Die staat goed, serieus. Dankjewel. Dankjewel, man. Oh ja, nu moet ik de bril even voor het plaatje. Het is wel echt een enge huis. Ja. Hij is helaas strak. Ja. Nee, die bril die is wel echt pain in the ass. Maar de capje is wel nice natuurlijk. Wil je zelf zien? Ja. Zo, wayo, bliksem. Wauw. Zo, hé, hey, hey, ik hou die bril toch op, man. Dik, oh, ja, die bril is wel echt dik, joh. Als hij iets breed, kunnen we hem niet wat breder maken? Ja, probeer maar. Oh, kapot. Nee, nou is hij breder. Ja, nu is hij beter. Ja, dat was... Snap je? Glitch in the game. Dat is het. Dit is mijn nieuwe vestentje. Ik denk twee maanden af te trekken. Oké, okay, man, we hebben deze gekocht thuis. Ja, bij Kitchen, man. Dus,
Ik wil hem iets breder maken, maar hij is uit zijn voeg. Misschien kijken we wel brillen maken, dus hier in de vlog en dan kunnen ze eventjes een vuurtje maken. Ja, ja man. Helemaal schip. Een Schotse scheep. Ja, maar ik waardeer het wel. Nee, sowieso, maar jij bedankt man voor de orgasme. Geen probleem. Dames en heren, zoals jullie kunnen zien, we zijn weer beland in Gamestate Antwerpen. Ik ben samen met mijn maatje hey, Thijs. Let's go baby, we zijn er man, we zijn er. We gaan dit doen, dames en heren. We gaan proberen zoveel mogelijk punten, dus zoveel mogelijk jackpots te pakken om uiteindelijk 122.000 punten te krijgen op ons pasje. Yeah. En waarom moeten wij precies 122.000 hebben, Thijs? Wij gaan voor die iPhone. Oh. Wij gaan voor die iPhone. We zagen hem liggen, we dachten, dit is de challenge van de dag. Dus we moeten even wat tickets grijpen en dan wie weet, einde van de video, lopen naar buiten met een iPhone. I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. En dan vind ik ook dat we die gewoon moeten weggeven. Ja, 100%. Dus we gaan een iPhone winnen en die gaan we weggeven aan iemand. Hopelijk een fan die we tegenkomen. Oh, ik ben echt veel fans tegengekomen hier in Antwerpen, in België. Super tof. Shoutout naar jullie allemaal. Shoutout naar alle Belgen. En we gaan eens even kijken, wat gaan we als eerste doen? Misschien is het leuk om gewoon meteen uit onze comfortzone Jij te gaan. Jij wil deze doen, hè? Ik wil eigenlijk het liefst wel eventjes deze proberen. Dit is de Mini Rider 4D. Lekker Engels en Nederlands door elkaar. Het is echt met z'n tweeën kan je erin. Dus. Ja, hoe mooi is dat? Let's go. Oké, hoeveel kost dit? We swipen het pasje. 7 credits. Oh, VIP is 6,5. Let's go. Guttig, hè? Wat gaat er nu Waar gebeuren? Waar is de ingang? Dit is de ingang volgens mij. Juist. Oh, God, dit is echt eng. Oh. No way. No way, bro. Oké, doe deze weer dicht. Wow, wat de heck. Wow. Ik weet echt niet wat ik kan. Ik weet niet of ik dit wel aankan, man, qua misselijkheid. Maar we hebben hem al gezien. Hij gaat zo allemaal omhoog en omlaag. Brilletjes, hè. Wow. Wow. Wow, dit is echt wazig, man. Maar we gaan het doen, man. Ik denk dat we die klep even dicht moeten doen. Oh, ja. Zo. Ik heb geen gordel om, maar boeien. Kom maar goed. Oké, select, I guess. Wow, we zitten gewoon in een cabine hier. Oh my god, hij trilt. Yo. Hey, welke willen we doen, man? Snowride. Ja, we gaan een beetje het koude weer in, toch? Ja, let's go. I like it. Ik ben nu al misselijk. Zo. Je weet, beweegt hij nou al? Nu nog niet. Nee. Wie had dit gedacht, dames en heren, dat ik in Antwerpen met Thijs in een 4D-machine zou zitten? Wauw. Wow, spacey dit, man. Wow. Oh my god, bro. Wow. Holy shit! Wow, dit is serieus gek, man. Wow, what the heck? Bro, what the heck? Oh my god! Bro, what the heck? Oh my god! Wow, gaf. Wow, dit voelt veel echter dan het zou moeten, man. Wow. Kijk dan! Gaf, waarom voelt dit zo echt? Oi. Wow, dit is niet normaal. Wow. Zag je dat? Wow. Oh, je ging er nog onder met mijn oog. Hey. Takkie, hey. Wow. Zo, maat. Wow. Zo, dit is niet goed, man. Wat de heck. Ah, mijn knie eet dat ding. Maat. Wow. Wat de heck. Wow. We knallen tegen een paar ton af en nu is achteruit. Dit is niet goed. Wordt serieus een beetje misselijk. Ik word ook misselijk, man. Wow, ik vind het niks, maat. Ik vind het niks. Ik vind eigenlijk ook niks meer. Maat, wie staat hier voor ons? Ja, wie zit hier voor ons? Inhalen, man. Kijk wie hier voor ons zit. Jammer, man. Door de bril kijken, dames en heren. Ja. Oh, dat windje is wel lekker, hè? Dat windje is heerlijk. Zo, dit is wel echt een gekke experience. Zo, wow. Mijn bril zit serieus scheef. Oh, gast. Oh, hier word je misselijk van. Oké, als we nog jackpots willen winnen, denk ik dat we eruit moeten. Ja, dat denk ik ook, man. Bro, dit is niet best, man. Maar hoe kan je dit stoppen? Als hij beweegt, dan kan je toch niet stoppen. Ja, ik ga eruit. Holy shit, gast. Oh my god. Zo. Hier is deze bril. Dat was echt waanzin. Dit is wel misselijk maken. Hier moet je echt tegen kunnen. Hier moet je echt tegen kunnen. Wat een ervaring op zich, man. Holy shit, dat was echt gek. Ja, hij gaat nog helemaal heen en weer. Ja. Kijk dan. Hé, maar dat voelde ook best echt. Je werd al een beetje misselijk en zo. Kijk dan. Oké, jongens, we zijn aangekomen bij mijn favoriete game en dat is zombies. Het is super makkelijk. Je ziet een hele bak vol met getallen en met nummers. Maar wij moeten gaan voor die 250. Dus je hebt normale 250, dat zijn de roze. Maar je hebt ook letters. Z-O-M-B-I-E. En elke keer als je een speciale puck hebt die geel is of blauw, in de bak en je pakt 10,
En die komt in je gaatje, krijg je een letter erbij. En als we ze allemaal hebben, boom, bonus erbij. Dus dat is waar we voor gaan en zo. En we gaan het gelijk doen. Let's go. Nou, precies wat Thijs zegt, dames en heren. We hebben hier de pas. We gaan hem swipen. Oh, let's go. Ik heb er één, bro. Heb je er eentje? Weer een 250. 250. Wow, bro. Je gaat lekker. Let's go. En dan gaan we nu even kijken wanneer die 250 punten voorbij komen. En als die 250 punten voorbij komen, dan druk ik op press. Got it, baby. Thijs heeft hem weer. Bro, ik ben on fire op deze game. Thijs heeft hem weer. Dat betekent, zo net stond er Z en een O. En nu is er alweer een M bijgekomen. En als we de B, de I en de E hebben, staat er dus zombie. En dan hebben we de mega bonus. En hoe meer er gespeeld wordt op deze machine, hoe meer punten erbij komen. Dus ik denk dat straks, als we zombie hebben, dat de jackpot ongeveer op 700, 800 staat. Als iemand anders er niet van ons wegjat. Dus daarom moeten we nu even snel spelen en die zombie krijgen. Oké, daar komt hij. 1, 2, 250. Oh, zag je dat? Dat was zo dichtbij. Even een 250 keer. 1, 2. Kom op. Oh, ik heb een 10. Oké, 3, 2, 1. Boom, 250. Wauw, dames en heren. Dit kan echt frustrerend zijn. Maar Thijs is hier wel beter in, hoor. Dus dat is wel fijn. Zie, hij heeft hem. Bro. We gaan voor die iPhone. Jij gaat echt hem, hoor. Dat is niet normaal. Oké, kom op. Zombie. Ik leg hem alvast goed. Niet gelukt. Maar als jij deze in één keer hebt, hè, bro. Ja, dat is moeilijk. 50. Dat meteen wel weer. Meteen een zombie nu. Let's go. Oké, daar komt hij. Nu is mijn time to shine. Oh, oei. Slecht, man. Kom op, bro. Pak die zombie. Bro, jij bent echt aan, jongen. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Hey, nog twee. En we gaan met die bonus doorspelen. Let's go, baby. Dit is oprecht insane, bro. Dit is echt insane. Bro, weer 2,50. Hou op, even serieus. En dit is ook nog 2,50. Niet normaal. Bro, we gaan echt gek nou. Als we nu de zombie erin hebben, dan hebben we de I. En als we daarna de E hebben, hebben we die mega jackpot. Komt ie. Oh, hij ligt er goed voor, Thijs. Hij ligt er goed voor. Ik ga hem pakken, man. Ja. Wat heb je? Ik heb wel iets. Ik heb 10. Dat is niet de bedoeling. 1, 2, 3. Ja, Lekker, let's go, bro. Kom op dan. Hebben we hem al? Nee, we hebben hem nog niet. Nog eentje. Omdat we hem zo snel hebben, is hij geen eens over de 700 gegaan. Dus dit gaat goed komen. De zombie snatcher. Ik denk eerlijk gezegd dat je met dit spel echt de meeste punten kan halen. Dat denk ik serieus. Maar goed, het is natuurlijk ook leuk om andere spelletjes te spelen. 1, 2, 3. Let's go, bro. Die heb je. Snap je? Jij manifesteert dat bij mij. En dan ga ik daarvoor. Hey, en je weet dat hij nu gaat komen. Oei. En weet je wat het is, dames en heren? Om uiteindelijk een zombie schijf weer in het spel te hebben, moet je dus weer een paar andere schijven eruit spelen. Dus daarom is het heel nice dat Thijs weer een paar keer 250 heeft gepakt. Ik 250. En uiteindelijk komen de nieuwe schijven. En dat moet dan de letter E zijn. En die gaan wij nu halen. En we zijn heel erg lucky dat er niemand anders hier speelt. Moet ik het niet te hard zeggen. Even een 50'tje. Nee, wat heb ik? Yes, lekker hoor. Kan goed dat hij nu komt. Even een 250'tje. Bro, daar komt hij, man. Ik heb er weer één in. Bro, zombie time. Bro, hij ligt goed, man. Het moment om te shinen. Oh nee, bro. Kom op, deze moeten we hebben. Anderen proberen het nu ook. Bro, dit is hem, man. Bro, dit. Oh, zagen jullie dat? God damn. Bro heeft hem! Hij heeft hem! En nu hebben we 724 jackpot! Let's go, baby. Dit is hem. Ja, dit is lekker. We stekken met die credits, man. Let's go. Oké, en weet je wat het meest tactische is om nu te doen? Wel. Naar een ander spelletje te gaan. Ja, omdat nu moeten we eigenlijk ervoor zorgen dat terwijl we andere spelletjes doen, dat andere mensen de credits gaan verspillen hier. Zeker. En dat we uiteindelijk dan bij de I of de E kunnen terugkomen en dan snitchen we die jackpot. Wij zijn profiteurtjes, man. Hey. Juist. Dat is hoe we doen. Slim zijn bij games. Maar jij hebt hier echt de meeste punten verdiend. Zo, ik ben even gek gegaan, man. Zo, niet normaal. Tijd voor ontspanning en dan back in the game. Juist. En weet je wat we gaan doen voor ontspanning? Er is eigenlijk maar één ding wat je kan doen voor ontspanning hier. Grijpmachine, dames en heren. Oké, laten we even kijken. First try, stop. Ietsjes naar rechts, stop. Tadadadad. Goed gegrepen. Oei, bro. Dit is wel een zware eekhoorn. Hij heeft denk ik zijn eikeltjes allemaal in zijn wang gedouwd. Daarom is hij wat zwaarder. Maar dat betekent niet dat we hem niet kunnen krijgen. En ik wil misschien toch even terugkomen op het feit dat dit ontspannen is. Want het kan ook heel frustrerend zijn. Oké, er is één iemand die hier de master in is. Ik pak hem er wel even uit, man. Dat is Thijsie hemzelf, man. Kom op, Thijsie. Thijs is hier serieus echt een legend in. En als hij hem in één keer pakt, dan bewijst hij dat wel enorm. Hey. Oh,
Oei. Ik ook twee keer proberen dan. Oei. Hij grijpt niet. Helaas, man. Hij grijpt niet lekker, man. Hij is niet goed afgestemd. Gaan we dan voor een ander knuffeltje? Ja, sowieso. Ik denk dat we hier wel kans maken op een Tom of een Jerry. En het beste zou zijn als jij de Tom pakt, ik de Jerry. Of andersom. Hey, let's go, dat we niet twee dezelfde hebben. Ik pak deze kleine mannen hier. Manifesteren, hè, dit thuis. Is Tom, hè? Of niet? Is dit Tom, die bruine? Ik denk dat die bruine echt top is, ja. Top of Tom? Het is drop of dronde, bro. Het is drop of dronde. Wow, dit meen je niet. Thijs, hou op. Hou op, bro. Oké, dan ga ik voor de Jerry, man. Let's go. Ja, dit wordt hem ook. En nu stoppen. Precies dat kontje zo. Ja, die is goed. Ai. Dat jij hem dan ook weer hebt. Ja, echt een wonder. Maar ergens ook geen wonder. Ik ga toch voor deze voorste. Ja, misschien wel beter. Kijk. Ja, hey. Soms denk je echt, hij grijpt hem goed, maar... Hij ligt nu al verbazend wekkend dichtbij. Kom op. Let's go. Oh. Oké, probeer jij maar, bro. Jij bent de grijpking. We zullen hem eens even uithalen, jongen. Kijk hem grijpen. First try van Thijs. Hij ligt eigenlijk niet helemaal lekker, hè? Het is vervelend dat hij bij andere knuffels ligt. Dan gaat hij die ook een beetje grijpen, weet je wel. Klopt, en dan verliest hij zijn kracht of zo, lijkt het wel. Misschien toch die achterste. Probeer. Bro, dit is de raarste grab ever, maar ja, hij was wel stevig, hè? Kijk, dit is goed. Dit is wel een goede grab, hoor. Ik ga nog één keer proberen, anders geef ik het ook op. Anders verliezen we te veel credits, eerlijk. Precies, ja. Oké, last try. Gaat Jerry nog mee naar buiten? Poging. Of gaat Tom alleen met Jerry verder? Tuurlijk, de laatste poging. Het had zo moeten zijn. Zal ik nog even proberen? Ja, jij moet nog een keer, man. Oké, daar gaat hij. Kom op, dames en heren. Ah, die achterste had jij net, ja, hè? Die achterste, ja. Ga ik ook voor die achterste. En dan genoeg strak aan de zijkant. Oh, dit is wel een goeie, hoor. Ja, hoor. Heel goed. Doe nog een keer. Ik moet filmen, volledige focus van jou. Weet je wat het meest nare is van de grijpmachine? Als je hem niet hebt en dan iemand anders gaat naar jou grijpen, die heeft hem in één keer. Dat is vervelend. Oh, dat is zuur, hè? Dat is echt zuur. Ik ga hem eens bij zijn lichaampje grijpen in plaats van bij zijn hoofd. Misschien werkt dat beter. Kijk. Zie je? Ik skip zijn hoofd gewoon. Oeh, bro, en nou ligt hij goed, man. Oké. Wauw. Enzo. Kom op. Ik kan niet stoppen als het zo misgaat. Snap ik, man. Kijk, nu. Ik doe een klein stukje naar voren. Ik wacht even totdat hij stil hangt. Doe ik hem naar rechts. Ik wijs hem na en ik stop. En dan heb je jackpot. Nee, man. Bro, nice. Ik doe het voor jou, man. Laatste poging. Allerlaatste poging, dan gaan we verder. Ja, eens even kijken bij de zon. Ja. Twee zijn nog te pakken. Oh, nice. Goed dat je het even in de gaten houdt. Laat hem wapperen. Zo lekker in de braden. Oh. Laat hem wapperen. Nee. Hey. Kan het beter? Nee. Oh, dit neemt me niet. Nice! Nee, ik kan ook niet stoppen. Maar één keer. Boy, ik dacht dat dit was. God damn. Dit is de laatste, Thijs. Dan moeten we echt verder, hoor. Ja, dit is hem ook. Dit is echt de laatste. Even serieus. Maar we pakken dit is hem. De laatste. We pakken hem. Oh, bro, dit meen je niet. Ja, bro, nee, weg, man. Zullen we even een ander spelletje doen waar we echt punten kunnen pakken? En dat is? Dat slaan. Oh, deze? Dat slaan daar. Kan je daar veel punten mee pakken? Ja, als je die jackpot hebt. En dat is 100. 105. Voor één keer slaan, bro. Dat is niet verkeerd, toch? Ja, oké. Misschien toch niet heel... Hoeveel kost dit? Oh, deze doet het niet. Die wel. I'll show you, baby. Oké, laat maar zien. Hier moet je dus met een bepaalde snelheid slaan. Dan gaat hij omhoog. En dan moet hij stil komen te staan precies bij de 105 daar. 10. De mega bonus 105 is inderdaad niet heel hoog. Dus ik denk dat we allebei 5 keer moeten proberen. Ja. En dan is het klaar. Ja, I like it. Zal ik meteen 5 keer achter elkaar? Doe het. Te hard, denk ik. Oh, net te hard. 20 punten. Ja, weet je wat het is? Die zombie kan je met 1 credit 250 punten halen. Of de jackpot van meer dan 700. Hier haal je met 1 punt, ja, misschien 20, 40 en op zijn hoogst 105. Dus het is inderdaad niet heel tactisch, tenzij je hem hebt! Oh, bro, 1 onder. Ik zat er eentje onder. We doen hem allebei in totaal 5 keer. Dit is mijn derde keer. Ja hoor, nee, te hard. Net te hard, bro. 20. Nummer 4, mijn lievelingsgetal. Doet dat nog iets? Ja, dat doet iets. Tuurlijk doet dat iets. Ja, en omhoog! Ah. Hey, we moeten deze niet doen. Ik moet deze ook niet meer doen, man. Ja, dit is de 5e, hè? We zouden 5 keer.
Ja, nee, te hard, man. Oh, weg bij dit spel, weg bij dit spel. Ja, gaan we weg? Ik wil niet eens meer. Oké, okay, we gaan weg, we gaan weg. En we gaan naar de volgende, dames en heren. Is dit een goeie of niet? Ja, zombie zit op de helft. Gaan we naar zombie dan? We moeten terug naar zombie. Oké, we gaan terug naar zombie, dames en heren. En ik denk dat we daarna eventjes hier bij Pop de Lok komen. Want ik zie hier dat als je deze alle 50 hebt... Ik ga deze gewoon even één keer doen, dames en heren. Oké, let goed op. Kijk, we moeten op deze knop drukken. En dan moeten we weer drukken als je op het gele komt. Kijk, dat is een credit. Elke keer als er zo'n soort van credit-icoontje staat, heb je een credit. En als je ze alle 50 dus hebt, heb je 250. Oké, nou, nu wordt het paars. Je hebt zo'n super zenuwslopend muziekje erbij. Nou, dit gaat lekker. Weer credit erbij. Hoppakee. Dit is allemaal nog wel simpel en dit is wel bij te houden. Maar op een gegeven moment gaat die heel erg snel. En ook heel dichtbij, zoals je ziet. Dat is het gemene ervan, zoals dit. Kijk. Oh, en dan ben je game over. En dan heb je de kans om nog een keertje te gaan. Kijk, swipe card to win 125, als je hem dan hebt. Dus als we dat nu weer doen, zijn we 2 credits kwijt. En als we hem dan nu hebben... Dan hebben we hem. 125. 130. Ook prima. Ja, ja. We hebben in ieder geval even voor het gevoel eentje gewonnen. En dat is lekker hoor. Let's go baby, let's go! Dames en heren, de battle is bezig. Snel bro, snel bro. Bro, 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 ik zie het, ik zie het. Oh, daar is hij, bro, bro, bro. Hij heeft 10, hij heeft 10. Oké, okay, daar gaat hij. Kom op, dames en heren. Kom op, kom op. Als ik hem nu pak, hè, als ik hem nu pak, hè. Als ik hem nu pak, bro, kom op, kom op. Nee bro, nee, bro. Oh, je moet één naast, je moet er één naast, één tussen laten. Oké, okay, daar komt hij. Oh, hij heeft hem. Oh, God oh damn. Nee man, nee. Waarom heb jij hem, man? God damn. Nee. Oh. Zij hebben nu de bonus van 754, we hebben hem gemist. Ik heb al die letters gespaard, man, maar ja. Oh, ja, ja, jij damn. Krijgt dit erbij. Jij krijgt 750 erbij, ja, 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 let's go, let's go. GG's, GG's. Shit, we hebben hem misgelopen. Oh, shit. Oké, okay, dan gaan we nu weer weg, ja, man. Ja, we moeten weer weg, man. Nu gaan we eventjes hoop it up doen. Als ik hierop druk, precies als hij links zit, zoals dit, dan gaat hij er niet in. Oh, als hij daarin zit, dan hebben we de slam dunk mega bonus. En dat is... Oh, dat valt me wel tegen, eerlijk gezegd. Ja, die laat ik even zien, man. Kijk, let op. Oké, okay, daar gaan we dan. Gaat hij erin? Gaat hij erin? Uiteraard. Oh, net niet. Oh, 50. Oh, 5. Ja, deze moeten we niet doen. Deze moeten we niet doen. Nee, nee, nee. Wat we nu gaan doen, we gaan kijken hoeveel punten we kunnen krijgen in 10 minuten. Alleen maar power roll. Let's go, baby. 10 minuten. Ik ga de timer zetten. Alleen maar power roll. Go, go, go with the flow. Oké, okay, we moeten de bal naar achter trekken. En precies hier laten we hem los. En dan hebben we 14. Damn. Net niet op tijd terug. Ja, dat is het, hè. Oh, damn it. Helaas doet eentje het nu niet, dus we kunnen de challenge niet doen. Maar we gaan nu gewoon net zo lang dit spelen, totdat we allebei een keer die 300 hebben. Voelt gewoon even goed, weet je wel. Nee, hij moet toch harder. Damn. Oké, daar gaat Thijs met de bal. Daar gaat Thijs. Let's go. 14. Oké, okay, daar gaat hij. Nee, te hard. Nu heb ik 10. Helaas. Ja, 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 ja. Oh, bro. Oh, dan wordt hij net op tijd, want hij beweegt de hele tijd. Zie je dat? Wow. Nee, te hard. Te hard. Je kan vanaf hier heel goed zien dat dat heen en weer wappert. Zie je dat? Dus als de bal dan rolt bij de 300 tickets, dan moet hij ook precies nog goed wapperen. Wil hij precies daarachter vallen. Let maar goed op bij de 300. Kijk, de bal komt. Oh, en dan zie je. Oei, oei, oei. Oh, niet hard genoeg. Helaas. Ah, oh my god, dat was close, zo man. Dichtbij. Echt close. Oké, okay, daar gaat hij. Kom op, dit moet er worden. 1, 2, boom. Net weer te hard. Yeah. Nog één keer en dan moeten we echt naar die zombie. Ja, yeah, klopt man. De Eiffel moeten we binnenslepen. Let's go. Oh, wow. Hij kan
niet meer dichterbij dan dit, man. Dit is gewoon niet ons spel. Nee, dit is niet ons spel. We moeten naar die zombie gaan. Ja. Yep. Is klaar. Thijs, wat is er aan de hand hier? Hey, we moeten nog 700, gast. Stop eens met filmen. Ga je spelen. Let's go, man. Let's go. Nog eentje voor die mega bonus. Oei, 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 oei. Oké, ik heb heel even de camera neergezet, dames en heren. We moeten heel even de foto's pakken. Je hebt echt veel. We moeten gewoon even eentje in, man. Maakt niet uit wat. 250, bro. Bro, bro, nu moet jij hem hebben. Nu moet jij hem hebben. Je doet het, bro! Je doet het, bro! Wat is er aan de hand? Zijn we de beste magie daar? We zijn maar aan het chat. Let's go, baby! We hebben hem te pakken, man. 700. Bro, je zit hier altijd twee volwassen mannen. Ja, maar het kan gebeuren, man. Oké. Boom, baby. Deze is lekker, man. Ja, deze was heerlijk. En door, en door. Hop. Bro, hij is weer een zombie. Gaan we eens even vol pleuren, dat ding. Lekker, bro. Ik heb hem meteen alweer. Ik heb hem al meteen weer de zet. Wauw. Kijk, ik heb meteen weer de zet vrijgespeeld. Boom, de zet. Schat, wat is pink? Oh. Schat, wat is... Hé, hey, kijk de mijne. Oh yeah. Holy moly. What the fuck? Hé, hey, maar dat brengt alleen maar geluk, man. Oh, hey, twee klopt, 250 man. Naast elkaar. Ja, lekker, bro. 250 weer erbij. Oh, wat heb ik? Let's 20. Go. 250 erbij. Oh. 250 erbij. Yes! Nu komt er weer een nieuwe letter. Er komen weer nieuwe. Ja hoor. Hij is er weer, de zombie. Kijk, hij zit daar nu vast. Kijk, dat is hem. Oké, daar gaan we. Kom op. In één keer is altijd het mooiste. 3, 2, 1. Kom op, bro. Oh, ik heb wel 10. Oké, kom op, dames en heren. We moeten die zombie nu hebben in 3, 2, 1. Oh. Oké, ik pak hem wel, man. Ja, bro, ik heb hem. Maar ik hoef niet eens iets te doen. Let's go. En nu hebben we alweer de letter Z en de O. Let op die 250, dames en heren. Hé, waar is die 250? Bro. 250 en nog iets. Hoi, yo. Ja, hij is weer back in the game. Oh. Vijfje. Assistje, assistje. Oh. Oh, assistje. Hé, hey, mijn is al vast. Als wij die jackpot maar pakken, jongen. Daar is de zombie. Bro, 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 ik heb hem meteen. Ik heb meteen een zombie. Lekker, bro. Nog twee, man. Hey, yes, sir. Let's go, let's go. Daar gaan we. Nou, daar gaat hij, man. 1, 2. Oh. Oh, goddamn. Ja, lekker, bro. Let's go. Lekker, bro. Daar gaan we. Kom op, man. Nog eentje. Nog eentje, dames en heren, voor die mega bonus win. Kom op dan. Kom op, Thijs. Oh, daar is hij, daar is hij. Oh, my god. Oh, daar is hij. Oh, my god. Oh, my god. Oh. Hij heeft hem, hoor. Nee, man. Lekker, hoor. Lekker, hoor. Daar gaat onze iPhone, man. Oh, damn, man. Kom op. God damn. Shit. Oh, ja, ja, ja. Ja, dit kan dus gebeuren. Dit is precies wat wij zeiden. Als je de hele tijd 250. Speelt en je levert zelf heel veel credits in om die zombie te krijgen en iemand anders pakt de laatste letter, heeft die de jackpot. En dan heb je al die moeite gedaan, heb je geen jackpot, loop je het mis. Dat is game state, man. Ja, game is game, man. Ja, de game is de game state. GG, well played for these boys. Oh my god. Janneke die haalt even die bonus hoor. 108, dames en heren. Ik zei Jan, sla eens. En zij slaat, boem. Nou, doen wij toch even eentje. 1, 2. Dit is voor mijzelf, denk ik. Oh, veel te hard. Helaas. Dames en heren, we zijn natuurlijk niet alleen. Nee. We zijn niet met z'n tweeën. We hebben ook nog deze prachtige, mooie, knappe, lieve dames. Natuurlijk. Ja, we hebben ook de knuffel, dat klopt. Yeah. Tom, let's go. De dames, die willen naar huis. Ja, dat is wel begrijpelijk. Man. Ik bedoel, we zijn al lang geweest. Ja. We hadden natuurlijk een doel voor ogen en die is niet helemaal uitgekomen. Dat is jammer. Die is niet helemaal gehaald. Dus, wat we nu hebben afgesproken, is dat wij een deel 2 hiervan gaan maken. We gaan sowieso net zo lang door voor die iPhone. We zitten zo close, dames en heren. Yo! Yep. We zitten serieus zo close. Dus we gaan de volgende keer hierheen. Of dat nou in Antwerpen is of waar dan ook. We gaan erheen. We gaan die iPhone halen en weggeven aan een fan. Hey, het liefst hier in Antwerpen, man. Sowieso in Antwerpen. Hey, de missie Antwerpen is hier begonnen, ja. Ze verdienen hem. Dus we gaan hem hier ook afmaken. Dus we komen nog terug naar Antwerpen, Game State. En dan gaan we het afmaken en dan gaan we voor die iPhone. Wordt echt superleuk. Dus binnenkort deel 2, heb je er zin in? Eén team, één taak. Let's fucking zeker weten. Doe even dat duimpje omhoog. En dan gaan we nu terug naar het hotel. Gaan we de auto halen. En dan gaan we naar Eindhoven, jongen. Eindhoven, jong. Hey, Eersel. Let's go. Yo. Hi, alles goed? Ja, wordt echt veel herkend hier in Antwerpen, maar wel echt altijd super lief en vriendelijk en geduldig, respectvol. Dus heel veel love voor jullie, dankjewel. Even goed water drinken allemaal. Hey, thanks bro. Hey, alsjeblieft man, geen probleem. Kom maar water. Super ass white boy. Don't fool me like that. Kijk die grote stukken komkommers die erin zitten. Die zijn ook echt groot. Wil jij die? Ja, die wist ik wel. Ja, ik ook. Ik pak ook eentje hoor, waarom niet? Hey, doe eentje met citroen dan. Ja, ga ik voor jou doen, jongen. Hey, kijk, alsjeblieft bro. Proost op jouw gezondheid. Hey,
Kan ik het stralen? Wil jij een schatje? Oh, lekker. Ja, doe maar citroen. Citroenetje ook? Ja, lekker hoor. Even voordraaien, even lekker allemaal een beetje water drinken. Is niet verkeerd hoor, staat er niet voor niets natuurlijk. Hoppakee. Kijk eens aan, schatje. Alsjeblieft. Zo, dames en heren. We zijn aangekomen bij Thijs thuis. We hebben een mooi ritje gehad. Thijs aan het slapen, Janneke aan het slapen, Marjon aan het slapen. Nee, ik heb gewoon lekker muziek geluisterd, dus was alsnog heel erg gezellig. Er moet even olie bijgevuld worden. Dus ik heb een mooi tuutje. Gaan we deze even losdraaien. Zo. Doen we even dat tuutje doen we er even in, zo. Kijk, is perfect. Kunnen we daar gewoon mooi dat olie in gieten. Mix it up. Kijk, daar gaat hij. 1, 2. Hoppa. Wil je drinken, hè? Dat ziet er zo lekker uit. Ja, hè? Hoppa. Laatste plaats. Lekker, man. Doe me denken aan zo'n patatzak. Ja, dat is niet zo'n Belgische patatzak. Ja. Hey, zo'n lekkere, vieze, grote oorlogpatatzak. Je zit bij de grens, hè? Ja. Je bent er zo, lommel. Weet je nog toen we ooit... Hi Cody, hi. Weet je nog ooit dat wij zo'n kip gingen halen uit zo'n automaat? Oh, hoor, dat was in België. Dat was zo fijn. Dat was echt lekker, gast. Dat was echt een vibe, kipautomaat. Als ik dit bij jou kan deponeren, zou dat top zijn. Ja, natuurlijk kan dat, jongen. Af en kan. Bam. Huis. Huilen dan? Hey man, wat een goede rel, bro. Hey, mooi, jongen. Dankjewel. Oh, bro. Ja, voor jou, hè. Die komt bijna uit, hè, Call of Duty. Ja, daarom, bro. Ik dacht... Milan die heeft voor mij, als het goed is, een Call of Duty code geregeld. Oh. En dan zie je mij weer uploaden op Enzo Knol 2, hè? Back in the game. Yeah, so yeah, nice. Yeah. Hey, bro, ik wil je bedanken voor deze prachtige twee dagen, man. Hey, bro, was super gezellig. Was echt super gezellig, man. Damn, catch you soon, man, baby. Hou nog meer van jou nu. Ik hou nog meer van jou. Hey, Jan. Serieus. Zakelijk handje en daarna een vriendelijk knuffel. Dat was super gezellig. Ja, zeker, vond ik ook. Veel plezier met je UX. Ja, komt goed. Staat je goed, moet ik zeggen. Beter dan de bowlingschoenen. Oh ja, dat vond ik ook. Dankjewel. We zitten aan de tafel voor het avondeten en daar ben ik super blij mee, want wat heb ik een trek, dames en heren. En dan gaan we eens even een lekker wokje eten. Ja hoor. 1, 2. Pam. Heerlijk, kijk dan. Lekker veel. Bij Wokkie? Hoort Wiki. Dat is een nieuwe regel blijkbaar. Kijk, dan hebben we de ploemkrie. En dan hebben we hier lekker extra saté saus. Oh, dat is lekker. Dat kwakken we hier ook een beetje overheen zo. Zo lekker hoor. Eet smakelijk, schatje. Antwerpen was echt een vib, hè? Mm-hmm. Was echt nice. Ik heb echt genoten. Echt gezellig. Ik ook. Mooi zo. Blij met je nieuwe spulletjes ook? Ik heb 2 nieuwe broeken. Oeh, ja. Kijk eens. En wil je even laten zien wat je hebt gedaan met mijn trui? Nee. Zie je het van? Doe eens openklappen. Koffie. Sorry. Nee. Ach ja, kan gebeuren. Spijt mij. Eet smakelijk, schatje. Eet smakelijk. Laten we eventjes gaan kijken naar de garage. Want als het goed is, doet alles het. Helemaal. Compleet. Kijk, sowieso het buitenlampje doet het al, wat je hier kan zien. Dus dat is heel erg fijn. Ook het buitenlampje daar. En dan hebben we hier nog 2 mooie lampjes aan de voorkant. Ziet er ook heel erg strak uit. Dus het is mooi verlicht van de buitenkant. Nu is dit straatje hier zo ook wat meer verlicht. Dus dat is top. En dan gaan we nu even kijken in de garage. Alleen er moet wel alles aan. En ik heb geen idee hoe dat moet. Maar het hangt in ieder geval wel aan het plafond vast. Ja, daar ook. En hier ook. Alleen, boah, kijk hoe dit eruit ziet, dames en heren. Dit is toch niet normaal. Dit is echt niet normaal. Hé, hey, hebben ze hier alweer geschuurd of niet? Nee, ik denk het niet. Nee? Oh. Oké, ja, hoe krijgen we het licht aan? Ik heb geen flauw idee. Nee, ik zat ook wel hier te kijken. Ik denk dat hier een lichtknopje zou moeten zitten. Dat denk ik ook, ja. Misschien kunnen we hier ergens klikken. Maar... Dit staat wel aan hier allemaal. Oh, hier staat stopcontact en verlichting binnen. Groep 1. Of staat hij niet aan? Jawel, dat staat aan. Ja, dit staat aan, toch? Ja, deze. Oh, dit is dan de verlichting. Die staat ook aan. Kijk, nu staat hij uit. Ja. Oh! Zo, hé! In één keer staat het aan. Die vloer in elkaar is het ook. Hé, en nu gaat hij weer uit. Even kijken. Dat was deze uit. En dan 1, 2, boom. Zo. Het ziet er wel echt kick uit, ja. Heel vet uit. Als in de auto komt te staan. Ja. Dat is wel kick hoor. Kijk, die lichten via de vloer ook. En doei. En hij is weer uit. Oké, ik zal even vragen hoe dat precies zit. En uiteindelijk het mooiste plaatje is natuurlijk als de auto erin staat. Ook al moet ik zeggen, de scooter ziet er ook wel heel erg vet uit. Naar mijn weten was het wel zo dat deze lampen hier ook hoorden.
Dus dat was wel afgesproken. Dus daar moeten we wel even naar kijken van waar is dat precies misgegaan. Daar kunnen de installateurs helemaal niks aan doen. Die krijgen gewoon opdracht ophangen en dat doen ze. Maar eigenlijk zou het wel helemaal zo zijn. Maar dit vind ik ook wel mooi, denk ik. Maar het geeft ik vind deze wel heel erg mooi. Dit vind ik sowieso mooi. 100, dit geef ik echt 100 punten, dit plekje hier. Dit geef ik echt 100 punten. Alleen dat deze twee en die zo afstand hebben en dat dat dan niet daaronder zit, dat ja, was niet afgesproken. Dus... En ik had eigenlijk verwacht dat hier een kapje overheen zou zitten, want je kijkt nu echt in die land. Ja, misschien is dat wel mooi, ja. Die net strip lopen, maar het is wel mooi als het een beetje zo'n doffe glasplaten. Ik zie nu ook helemaal die stipjes. Ja, dat zie ik ook. Ik heb er ook in gekeken. Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou goed, daar gaan we nog even achteraan. Maar dit ziet er al wel in ieder geval 100 keer beter uit dan eerst. Want ja, we hebben licht. En hij blijft nu ook lang aan. Ik wil net zeggen, hij blijft nu gewoon in één keer aan. Hè? Ik heb geen flauw idee. Nu krijgen we een muur uit. Maar goed, uiteindelijk wordt de muur ook nog helemaal geverfd. Hè? Want het is wel gestuukt, maar er is nog verder niks mee gedaan. Dus de muur wordt nog gestuukt. De vloer wordt dus weer geschuurd en opnieuw gegoten. Dus dit wordt wel echt, uiteindelijk als het af is, prachtplaatje. Echt een prachtplaatje. Kijk ook hoe clean dit eruit ziet. Het is echt niet normaal. Dus als ik hier eenmaal de auto kan neerzetten, wauw. Dit is gewoon een showroom, joh. Waar hebben we het over? Echt bizar. Dames en heren, ik zie jullie heel graag morgen weer bij een gloednieuwe vlog. En morgen wordt heel erg leuk, want ik ga een 12 uur challenge doen. Ik ben benieuwd of het me gaat lukken. Kom morgen bij de vlog kijken of het gelukt is. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik heb twee fantastische dagen gehad samen met Thijs. Natuurlijk Myron, maar ook Janneke. Dus shout-out naar Thijs en Janneke. Ik heb voor jullie genoten. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.